Mark Diemers, zonde hè, laat een puntje liggen. Ja, zeker. Ik denk, we openen heel goed. Eerste 25 minuten en daarna verliezen we wat de grip. Tweede helft hebben we het weer goed gedaan. Dus ik denk overal dat je 60, 65 minuten daarboven ligt een partij bent geweest. Maar je hebt uiteindelijk niks, dus dat is balen. Ja, dat is zeker balen, maar jullie hebben heel anders gevoetbald dan vorige week. Ja, er zat veel meer in vandaag. En, ik denk dat je vorige week ook wel een strijdlustig Fortuna hebt gezien, maar minder voetbal. Nou, deze week, deze dag zie je dat we voetballend beter in ons veld zaten en meerdere kansen konden creëren. En meer bij het vijandelijke doel waren, dus dat is positief om te zien. Jullie wilden vanaf fluitsignaal Willem II al direct bij het nekveld pakken, hè? Ja, dat zag je. De eerste 10, 15 minuten was prima. En wat ik zeg, daarna verlies je een beetje de grip. Dat is jammer richting de rust. Dan krijg je gewoon 3 hele slechte goals tegen waarin we gewoon heel slecht verdedigen. En dat zit me wel dwars. Hoe moeilijk is het voetbal op zo'n veld? Ja, heel moeilijk. Vooral aan de zijkant. Hè. We zijn wel een ploeg die zeker met Pinto, Smeets, ik wel aan de linkerkant willen combineren. Nou, er lag een beetje een plas daar, dus dat was lastig. Maar uiteindelijk denk ik dat we daar wel goed mee om zijn gegaan. En, af en toe is het lastig, want denk je dat die bal uitgaat en blijft hij ineens in of andersom. Dus dat is lastig om mee om te gaan. Maar uiteindelijk denk ik dat we een redelijke wedstrijd hebben gespeeld. Maar we staan hier met 0 punten, dus dat is zware kloten. Jij zat lekker in de wedstrijd, lekkere passes uitdelen en weet ik wat allemaal. Nog gaat het richting eind augustus. Wat doen we met Mark Diemers? Blijft hij een setter? Ja, ik heb aangegeven een stap te willen maken en zo sta ik er nog steeds in. Die wil ik nog steeds graag maken. We hebben nog een paar dagen, of tenminste een week of wat is het, 2 of zo, tot de transfermarkt sluit. Dus mijn management is druk aan het zoeken voor een club, maar mocht die niet komen, dan blijf ik met alle plezier bij Fortuna. En dan ga ik keihard werken om belangrijk voor het elftal te zijn en mijn bijdrage daaraan te leveren. Dus je zal nooit wat aan me merken.